moet je dat oceaanbriesje eens voelen. Ik zeg hallo, Looneybouwers. Hoe gaat die, burgemeester Leghorn? Ik ben benieuwd naar de vuurtoren die jullie voor Looneydam gaan bouwen. We zijn benieuwd wat u ervan vindt. Ah, die is prima, hoor. Ik vind vooral de misthoorn super. Wist je dat ik er naar een ben vernoemd? Nou, nu wel. Wij zorgen dat de vuurtoren is gebouwd voor de boot vanavond aanmeert. Sensationeel. Ik moet verderop nog wat zaken afhandelen. Ik zie jullie bij zonsondergang. Oké, LB's, we gaan aan de slag. Lola, kijk uit. Mijn tablet. Hij is kapot. Maar hoe zien we nou het ontwerp om de lichttoren te bouwen? Geen paniek. Ik kan hem maken, denk ik. Ik kan hem niet maken. Maar ik weet wie wel. Wiley Coyote. Laat mij maar. Wiley, Lola's tablet is kapot. Kun je ons misschien helpen? Fijn dat je er bent, Wiley. De tablet ziet er ziet er vreselijk uit. Ik reed er met mijn doldoos overheen. Ongelukjes gebeuren. Wauw, dat ziet er wel slecht uit, ja. Maar het goede nieuws is dat ik hem kan maken. Echt waar? Natuurlijk. Maar dan moet ik hem wel meenemen naar mijn lab. Dan moeten we maar zonder beginnen. Maar we hebben eigenlijk nog nooit iets zonder mijn tablet gebouwd. Als iemand ons kan leiden, ben jij het, Lola? Goed, dan ga ik aan de slag. Bel ons als hij is gemaakt. En ondertussen doe ik mijn best. Kom op, we bouwen die lichttoren. Nou, volgens mij was stap 1 van de bouw een hoge toren. Deze toren ziet er goed uit. En hij staat. Hoort die zo schuin te hangen? Absoluut. Het is een Italiaans ontwerp. Oh, ik dacht nog niet, toren. Wat moeten we nu doen, Lola? Had ik nu mijn tablet maar. Misschien heeft Wiley hem al gemaakt. Hey, Wiley, hoe gaat het met de reparatie? Ik werk er nog aan. Nou, dan bouwen we wel zonder verder. Dank je. Hoe zorgen we dat deze toren rechtop blijft staan? Oeh, we geven hem benen en voeten. Grote benen met vliezen, zoals mijn zwemvliezen. Benen waarschijnlijk niet, maar... We kunnen het voetstuk wel net als Daffy's voeten wijder maken. Goed idee, baas. Hij valt niet om. Veel beter. Het is oké, maar wel wat saai als je mij vraagt. Oh ja, dat is omdat de kleurrijke strepen er nog niet op staan. Zou ik dat dan mogen doen? Absoluut! Oké! Heel goed, sweetie. En wat nu? Oh, ik herinner me Daffy's idee van de misthoorn. Ja, wat kan ik zeggen? Mij vergeet je niet snel. Kom, we bouwen deze misthoorn. Nu moeten we ons herinneren waar op de lichttoren de misthoorn komt. Nou, daar waar je hem op zee het beste kunt horen. Laten we iemand erheen sturen om te luisteren. Oeh, mag ik? Ik! Activeer onderwatermolen! Tweety, we plaatsen de misthoorn eerst in het midden van de lichttoren. Ajaj, kapitein Lola. Daffy zegt dat hij hoger moet. Oké, en nu weer ietsje lager. Zo is die goed, jongens.